Overdracht betekent dat je een oude situatie en vooral emoties van een oude situatie herhaalt in het moment van het hier en nu. Hoe ik dat nu bijvoorbeeld tegenkom is, net voordat ik dit filmpje op ga nemen, dan denk ik van, oh, dit gaat niet goed en ik weet niet hoe dat moet. En dan bouw ik zoveel druk op mezelf op, wat eigenlijk helemaal niet past. Want ja, ik ga zitten, ik kan het wel 15 keer gaan uitleggen en ik kan het net zo vaak gaan doen totdat het goed is. En toch voelt het alsof het in dat moment allemaal verloren kan gaan. Nou, dat is dus precies overdracht. Het is iets ouds. Het is zo van, zoals ik vroeger thuis veel verwachtingen kende, om een hoog cijfer te halen op school of heel goed op het voetbalveld te zijn. En dat ik dan nu denk, oh, ik moet het in één keer perfect doen.